We zijn hier in Engelum. We hebben hier een melkveebedrijf, een goede 500 melkkoeien. We gebruiken een 200 hectare grond. Dat doe ik samen met 13 medewerkers. Het automatisch afdekken van kuilsilo's had al veel langer mijn interesse. Toch al wel een jaar of 5, 6. De reden daarvoor is dat het afdekken van graskuilen en maiskuilen een van de laatste werkzaamheden hier op ons bedrijf is die fysiek echt zwaar zijn. We hebben een mooi aantal wat kleinere sleutsilo's. Daar was het toch vaak nodig om de kuilen weer een heel eind boven de wand uit te kuilen. Daar krijg je dus eigenlijk een kuilhoop op een kuilhoop. En dat bovenste deel, dat gedeelte van de graskuil die boven de muren uitkomt, daar heb je gewoon veel kwaliteitsverlies. Van daaruit is de gedachte ontstaan om de voeropslag flink uit te breiden en daarvoor een hele brede silo te kiezen. En die kun je eigenlijk alleen maar afdekken met een portaalsysteem. En het zit wat aan elkaar gekoppeld. Een brede silo dek je verhoudingsgewijs goedkoper af met een afdeksysteem dan meerdere smalle silo's. En daardoor hebben we uiteindelijk de keuze gemaakt om dan nu nog een keer flink in voeropslag te investeren en dan ook de stap naar een automatisch afdeksysteem te maken. Deze silo is 85 meter lang en 24 meter breed en 4 meter hoog. Dus dat is een forse silo. Meestal is het zo te mooi om waar te zijn, is niet waar. Maar in dit geval lijkt het gewoon wel waar te zijn. Want het is een hele grote silo, dus ook een heel groot afdeksysteem. Dat moet natuurlijk wel een beetje wennen. Maar ik ben eigenlijk wel verrast door het gemak waar dat mee is gegaan. Je hoeft van tevoren te bedenken wanneer die 5 mensen er zijn om te helpen afdekken met die kuil. Want die waren we toch wel nodig. En dus je ziet nu wel hoe het loopt en dan trek je het zoutje erover. En dat geeft een enorm stuk rust. Ja. Agridek is een klein familiebedrijf, zeer bevlogen. Wat hun ook heeft geholpen is dat hier bij mij in de buurt verschillende zeer enthousiaste gebruikers wonen. En die hebben mij eigenlijk ook wel enthousiast gemaakt voor deze firma.